Je bent je er misschien niet van bewust, maar meer dan 60% van ons land is gevoelig voor overstromingen. Dit lijkt soms allemaal zo vanzelfsprekend, die Nederlanders en het water, maar zo vanzelfsprekend is het niet. Weet jij hoe hoog het water bij jou zou komen zonder de dijken? Geen idee. Geen idee. Jij denkt daar? Ja. Ik denk dat we hier nog net droog zouden zijn. Dus dan zouden we het... Ik denk dat we hier zitten ongeveer. Zelf denk ik altijd dat we hier ongeveer 2 meter water krijgen. Het is natuurlijk een ramp voor mij, voor mijn bedrijf, voor mijn gezin. Ik weet zeker dat mijn koeien verdronken zijn na die tijd, want ja, die kan je niet redden. Ik zou wel blijven hier. Ja, omdat we hier net droog houden. En misschien wordt het Utrecht aan zee. En als we tot onze knieën in het water zouden zitten, nou dan zouden we denk ik een heuveltje moeten bouwen waarop we dit kantoor zetten, zodat we allemaal een beetje droog blijven. Ik zou niet weten wat we zouden moeten doen. Zitten we eronder? Ah ja? Nou, dat valt me tegen. Dus we moeten nog verder het land in. Van Dikkertje Dap. We willen een film van Dikkertje Dap. Dat kunnen we ook nog doen. Gaan we bij de giraf op de nek zitten? Ja. Ja. Wij zijn eruit. De kroeg is mijn leven. Dan ben ik hier elke dag. Ik verlaat niet de kroeg. Nee. Blijf hier. Ik zou blijven. Kijk, het is meer op het moment als zoiets gebeurt dat je dan pas kan bepalen of je blijft of niet. Ik denk dat ik dan niet echt meer veel zal verdienen hier in de zaak. Als dit onder water zou lopen. Rijkswaterstaat zet zich samen met partners elke dag in voor een veilig en droog Nederland. Kijk op overstromik.nl hoe hoog je zit en wat jij kunt doen bij een overstroming.